Wat is het sociaal beleid van regering Santokki-Brunswijk? Een vraag die door velen gesteld wordt aan de gemeenschap. De vraag legden wij voor aan VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin, die als volgt op reageerde. U hoort Gayadin. Raj Mahango legde het volgende interview vast. Ja, een vraag die de laatste tijd ook veel gesteld wordt, heer Gayadin, is: wat is het sociaal beleid van de regering Santokki-Brunswijk naar de kansarmen in de gemeenschap? Dus daarom zei ik, ik gaf niet zomaar een voorbeeld van als er vaste prijzen zijn. Kijk, de mensen, we hebben twee dingen. Hè. We hebben een economische crisis die gecreëerd is geworden door wanbeleid van regering Boutersadien. Maar anderzijds hebben we ook een COVID-crisis waarbij de sectoren niet echt optimaal draaien. Er zijn diverse sectoren, of het nu transportsector, taxi, bus, noem maar op. De mensen hebben geen goed verdienen. Ze kunnen niet opereren. De andere beroepen waar men... dus heel wat mensen hebben te lijden onder deze situatie, COVID-situatie. Dus dat is zo. En ik denk dat de overheid dat zal moeten opvangen. De president gaf aan dat eerste instantie vanwege acuutheid van de zaak dat enigszins opgevangen wordt met zullen we moeten overgaan dat we die mensen ondersteunen die het hardst nodig hebben. En niet die totale samenleving. Ja, heel wat mensen, als je brandstof, iedereen subsidieert. Als je ziet dat op dit ogenblik, als je goed daarna kijkt, dat subsidiëren we brandstof, de oliemaatschappijen zelf, die brandstof importeren. Daar komt het op neer. Omdat zij een lagere koers krijgen, een lagere koers. En alle governmentiek ging terug naar die mensen. Dus de staat kreeg dat niet. Dat ging terug naar die oliemaatschappijen. Al met al moet ik zeggen dat al deze zaken zo snel als mogelijk weggewerkt moeten worden. Zodat de overheid dat deel rechtmatig dat hun toekomst krijgt voor die samenleving. En Mikategi, de afgelopen 2 maanden kan je zeggen dat dit land gerund wordt, ondanks alles verbrand is, dat het toch draaiende wordt gehouden, geeft alleen maar een indicatie dat er dat het stelen wat men bezig was te doen van deze samenleving, dat gestopt is. Alleen dat al heeft gezorgd voor dat je overheid al draaiende kon houden. Dus we kijken uit naar de andere maatregelen en vrijdag hopen we dat de regering dat presenteert en dat wij als samenleving eensgezind verder kunnen gaan. En leningen aangaan is geen optie voor deze regering? Nou kijk, je gaat geen andere optie hebben. Net als je praat over herfinanciering van de dure leningen, dan zal je dat middels leningen moeten doen. Het is misdadig wat regering Bouterse Adin en daarvoor Bouterse Amerali. Het is misdadig wat ze gedaan hebben. Een lening nemen voor 9¼% is misdadig. Zonder enige reserveringen. Maar het is nog misdadiger wat ze in december hebben gedaan, 2019. Om een lening te nemen voor bijkans bijna 13%. Dat is misdadig. Dat wil zeggen, alle tien verdiensten, ik moet via samenleving, je perspoeren en je ebding, de geldschieters naar buitenland. Want konden er extra lang
toch? Op dit ogenblik, als de regering zou willen lenen, zouden ze misschien bedragen van 6-7% al heel makkelijk krijgen. Het is gewoon een kwestie van vertrouwen. Maar natuurlijk werkt de regering verder eraan om veel lager en veel lager dan dat te gaan, zodat we de dure leningen kunnen herstructureren. Maar de komende 5 jaar, heer Gayadin, dat is voldoende om uit die dal te komen dan? Nou kijk, we gaan als land moeten produceren. Je kan, als we praten over ons oliesector, dan hopen we dat daaruit middelen komen. Maar als we praten over een landbouwsector, zullen we eindproducten moeten maken. We zullen onze landbouwsector industrie goed opzetten, zodat we verdiencapaciteit hebben. Die samenleving. En we zullen het van de exporten moeten hebben. En zo moeten we ook kijken in de dienstensector, in de financiële sector, dat wij een beetje centraal vormen van zowel Zuid-Amerika als Caribisch gebied. We moeten harder gaan trekken in aantal sectoren. En Suriname is een gezegend land. Nogmaals, ik kom terug. En ik denk dat heel wat landen, terwijl we zo praten, in de afgelopen dagen heb ik met heel wat investeerders ook gesproken. En je ziet, zowel uit het buitenland, men heeft vertrouwen in Suriname. En men zou graag hier willen investeren. Waarin bijvoorbeeld, heer Gayadin? In alle sectoren. In alle sectoren. Zowel de agrarische sector, zowel in de mijnbouwsector, maar ook in de dienstensector. Dat men van hieruit hun diensten wil aanbieden. Als ik u zeg dat grote universiteiten ook interesse hebben om dat hier op te zetten en misschien een bron vormen voor andere buurlanden, dat studenten hier kunnen studeren. Dus al met al, er zijn heel wat mogelijkheden. Men moet, en waar men op dit ogenblik naar kijkt, en dat men vertrouwen heeft in de regeerders, en dat moeten we hoog houden. En dat zullen we door blijven doen. Ook die samenleving roepen op om samen met de regering hiervoor te zorgen. En dit was TBN Prime Alert van zaterdag. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op 87-4x93, 87-4x93. E-mailen kan naar tbn.primealert@radiotrishul.com. Bedankt voor het willen kijken, prettig weekend en graag tot maandag.